Een IDOP is een integraal dorpsontwikkelingsplan. Een dorpsontwikkelingsplan, hè, dus het gaat over de toekomst van het dorp. Hoe willen de bewoners zelf dat het dorp zich gaat ontwikkelen? En integraal, ja, dat is soms een beetje een leeg woord aan het worden, maar wij bedoelen er toch echt wel inhoud mee. Integraal is dat je heel veel dingen bij elkaar pakt om te zorgen dat het ene onderwerp het andere onderwerp versterkt. Er zijn zo'n 200 kleine kernen in Noord-Brabant. En de leefbaarheid in de dorpen is nu nog op een uitstekend niveau. Als we alle rapporten geloven en ook de mensen zelf spreken. Maar we moeten wel iets doen met elkaar om dat ook zo te houden. En daar hebben we de afgelopen jaren veel energie in gestopt. En niet alleen wij als provincie, maar juist de mensen in die dorpen werken heel hard aan leefbaarheid in hun eigen woonomgeving. We hebben een aantal speelterreinen in Wanrooij die wat onderhoud nodig hadden. En die zijn helemaal opnieuw aangepakt. Er is een stuk aangebouwd aan Sporthal de Hoepel. Er zijn kleedlokalen aangebouwd bij voetbalvereniging Constantia. We zijn op dit moment het wapen van Wanrooij aan het uitbreiden. Er is een brede school ontstaan. Hier is tot stand gekomen een brede school, gebouwelijk. Maar we hebben door de IDOP-regeling ook mogelijkheden om inhoudelijk de brede school neer te zetten. Wanneer dat IDOP-geld er niet was geweest, was het niet zo van de grond gekomen zoals het nu is gebeurd. Nee, daar ben ik van overtuigd. Een brede school waar niet alleen les wordt gegeven, maar waar ook buitenschoolse opvang is. De kinderopvang, het consultatiebureau, de bibliotheek. Die kunnen elkaar onderling versterken. Als wij over een jaar klaar zijn, dan verwacht ik dat de gemeenschap Wanrooij geen wensen meer heeft. Mede dankzij het geld wat we vanuit een bos hebben mogen ontvangen. Ik vind het geweldig om in al die dorpen te gaan kijken hoe er gewerkt wordt aan de dorpsontwikkelingsplannen. Mensen zijn zo enthousiast bezig om te doen wat voor hun dorp goed is. En om daar heel veel mensen bij te betrekken. Om dat samen met een gemeentebestuur te doen. Die daar ook steeds meer in hun rol komen. Van wij willen u helpen om zelf in uw omgeving het verschil te maken. En daar gaan wat mij betreft de dorpsontwikkelingsplannen over.